veel te veel jongeren worden richtingen uitgestuurd omwille van het feit dat ze hoge competenties hebben voor iets, maar eigenlijk op een manier dat het geen talent van hen is. Deze school is support gewoon meer en beter wat ik aan het doen ben. Op school, als je rebelleert, krijg je een sanctie. Dat creëert meer en meer frustratie bij de jongeren. Iedereen maakt fouten, de jongeren maken fouten en wij mogen die zeker geen kansen ontnemen. The wonder of learning. In het hoger onderwijs werd dat vakkundig de nek omgevrongen. Onderwijs dient er toch ook voor om je eigen talenten te kunnen ontwikkelen en zelf te ontdekken wat je wilt. Kijk ze, het is allemaal voor jou. Ja. Tot ziens. Ja. Dag. Schitterend, hè? Om van Vlaanderen een topregio in de 21ste eeuw te maken met, voorzitter, collega's, met een onderwijs ook van die 21ste eeuw. Met een onderwijs. Ik blijf nog altijd geloven. En met mij... alle partijen van de regering, dat we die hervorming, die noodzakelijke hervorming, kunnen doen. Wel, maar er zal een hervorming van het onderwijs komen. Wij geloven niet in die tweede eerste graad. De door deze Vlaamse regering zo stoer aangekondigde hervorming van het secundair onderwijs is bij deze afgeschoten door N-VA. Mensen en kinderen gelijke kansen geeft. Door kinderen die niet gelijk zijn, gelijk te gaan behandelen. En dan moet je dat afranden op het examen. We hebben afgesproken, voor eind mei zal de regering een beslissing nemen die een belangrijke, een noodzakelijke hervorming van het secundair onderwijs zal inhalen. Toen ik vanochtend de radio hoorde, heb ik eigenlijk 3 akkoorden horen verdedigen. En ik weet niet meer wat nu juist beslist is. Er is vandaag een politiek akkoord. Maar een hervorming van het onderwijs komt er niet. Ja, dan denk ik eigenlijk dat alles bij het oude blijft. Onderwijs, politiek, die hervorming. Tweede, eerste graad. Ja. Secundair. Gelijke kansen. Onderwijs. Alles bij het oude blijft. We hebben het even uitgerekend. In al die voorstellen gaat het eigenlijk 45% van de inhoud gaat over de structuren. Niet over het onderwijspraktijk in de klas, niet over de leerkrachten, maar over de administratieve omkadering. En ik denk dat dat eigenlijk een tijdverspilling is. Als we zien of kijken naar ons onderwijs, dan mogen we zeker zeggen dat we goed onderwijs hebben. Er zijn heel veel goede elementen, maar tegelijkertijd mogen we niet blind zijn voor wat er niet goed loopt. Als je ziet dat 14 jongeren op de 100 zonder diploma de schoolbanken verlaten, dat is ontzettend veel. Hallo. Ik ben Sive, ik ben vandaag reporter. Ja. Goedendag, meneer. Goedendag. Goedendag, meneer de minister. Maar die moet je Sives hebben. Dat is iemand die veel over het onderwijs weet. Ja? Ik zou eigenlijk weten of u een paar tips voor mij heeft. Ik denk dat je op voorhand heel goed moet weten waarover het gaat. Het onderwijs is heel ingewikkeld, onderwijshervorming. Dus je moet je goed de kranten lezen, de tijdschriften lezen. Ook op het internet natuurlijk, blogs, de sites. Dus op voorhand moet je je onderwerp goed kennen. En dan moet je heel goed luisteren wat er in het debat wordt gezegd. Ik ga ook straks Pascal Smet interviewen, de minister van het Onderwijs. Hebt u een paar tips? Is vlot met de antwoorden? Is moeilijk om te interviewen? Ja, hij is moeilijk om te interviewen. Ja. Niet omdat hij niet wil antwoorden, maar hij begint. En dat is als een snel trein. Hij stopt niet. En het kan zijn dat je denkt van, ah ja, maar daar heeft hij iets gezegd. Ik wil daar verder iets over vragen. Maar eer dat je de kans krijgt, dan ben je soms al 2 of 3 minuten verder. Dus je moet hem kunnen onderbreken. Hier mag ik niet zitten. Waarom niet, mevrouw? Omdat dat hier voor de pers is. Maar ik ben een journalist. Ik ben een journalist. De journalist voor 1 dag is. Is het waar? Echt waar? Zet u dan maar eens in. Wat vindt u eigenlijk de dag van vandaag, van het onderwijs?
Wel, ik vind toch wel dat er een aantal zaken beter kunnen in het Vlaamse onderwijs. We scoren zeer goed op vlak van prestaties in wiskunde en lezen en zo. Maar er zijn een aantal dingen die haperen. Zo weten jongeren niet altijd vaak wat gekozen, wat ze moeten doen. Ze kiezen niet altijd op vlak van interesses of talenten. Er zijn in het secundair onderwijs veel te veel studierichtingen. Er zijn er meer dan 300. Een kat vindt daar haar jongen niet meer. En vandaag heb je ASO, TSO, BSO. En je zult het misschien ook al gehoord hebben dat mensen ASO beter vinden dan TSO, TSO beter vinden dan BSO. En KSO vinden ze voor de specialetjes. En eigenlijk is dat toch niet goed, want we hebben iedereen nodig. Mijn journalist. Ja, journalist. Voor één dag wel. Voor één dag wel. Een reportage voor de VRT. Zo'n saaie boelen. Ze zijn gewoon van met computers om te gaan. In de klas zie je van die traditionele manier van lesgeven. Leerlingen vinden dat niet meer zo interessant. Ze hebben het moeilijker om wat geboeid te blijven. Dus ze moeten veel meer kunnen inspelen op de leefwereld van kinderen en jongeren ook. Ik vind het heel belangrijk dat alle leerlingen op het vlak van ICT bijvoorbeeld voldoende mee zijn. We stellen vast dat scholen op deze moment nog niet voldoende zijn uitgerust met computers en met alle moderne media. We hebben in Vlaanderen veel te weinig jonge mensen die wetenschappen en techniek studeren. Een oplossing daarvoor is dat we zeggen, we gaan in de lagere school ook al wetenschappen en techniek geven. Jonge kinderen, ik neem aan dat je graag zou weten hoe elektriciteit werkt, hoe een lift kan gebouwd worden en zo. Meneer, mijn Siebe, weet u toevallig waar het toilet is? Jongen, er is er één. Makkelijk gewoon recht naar beneden, trap volgen. Helemaal tot beneden en dan is er daar een halletje en dan ga je erdoor en dan ga je de wc wel vinden. Ik ga altijd naar daar. Oh ja, zal ik dat doen? Dat is Timposte, gewoon rechtdoor naar beneden. Er zijn eigenlijk toch wel een aantal jaar verloren gegaan wat ons betreft. Een aantal dingen zijn echt verkeerd aangepakt volgens ons. En daardoor is de minister heeft eigenlijk niet de vooruitgang geboekt die hij had moeten boeken. En dat is jammer, vooral voor jullie, voor de leerlingen. We zijn er al volop mee bezig. Dat gaat de komende maanden sneller uitgerold worden. En ik verwacht dat in 2016 bijvoorbeeld het onderscheid tussen ASO, TSO, BSO zal vervangen worden. En alle scholen moeten meedoen. Maar de volledige hervorming, dat zal toch een tiental jaren vergen. Omdat dat heel veel werk is. En ook omdat we vinden dat je niet met kinderen mag experimenteren. Ja, ik wil nog veel geluk met hervorming. Dankjewel, we gaan er hard voor werken. Ja. Want weet je waarom dat we dat doen? Voor mij. Allee, uiteraard. Je hebt dat goed begrepen. Kijk ze, het is allemaal voor jou. Ja. Tot ziens. Ja. Daar. Schitterend, hè? Wij geloven niet in die brede eerste graad. 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 Het grote probleem vandaag is juist het gelijk onderwijs. Het feit dat het gelijke in het onderwijs wordt beschouwd als een norm, hè, als het gelijk. Iedereen moet aan die norm voldoen. Ga je erboven, dan is men al gauw blij, want dan moet men eigenlijk niet zoveel energie meer steken in jou, want je hebt de norm behaald. Ga je eronder, ja, dan is het hek van de dam. Dus die normering, het feit dat men wil streven naar gelijkheid in het onderwijs, is juist een probleem. Ik geloof echt in de kracht van veranderen. 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 Dit is Emma. Ze is 3 jaar. Ze droomt ervan om dierenarts te worden. Wat Emma nog niet weet is dat ze daarvoor 9 jaar naar de basisschool moet, 6 jaar naar de secundaire school en 6 jaar naar de universiteit. Maar hoeveel kost dat diploma nu eigenlijk? De overheid spendeert elk jaar 11 miljard euro aan onderwijs. 70% daarvan gaat naar leraars en begeleiders. Natuurlijk zitten daar ook andere kosten in, zoals verwarming. En af en toe een gebroken venster. Een leerling in de basisschool kost gemiddeld 5.000 euro per jaar. 9 jaar komt dus op 45.000 euro. Voor het secundair onderwijs is dat gemiddeld 8.600 euro per jaar. Dus wanneer Emma afzwaait aan het secundair onderwijs, staat de teller al op 97.000 euro. Of de prijs van een Porsche. Na het secundair onderwijs gaat Emma naar de universiteit. 1 jaar universiteit kost de overheid gemiddeld 14.000 euro. De 6 jaar universiteit komt op 84.000 euro. De totale kost aan de overheid voor Emma's schoolloopbaan komt op 182.754 euro. Een flinke som.
Volgens de Belgische grondwet is de toegang tot het onderwijs kosteloos tot het einde van de leerplicht. Maar bij Emma thuis weten ze wel beter. Haar boekentas, eten en drinken en de schooluitstappen zijn toch ook niet gratis. Volgens een studie van de Gezinsbond is de gemiddelde kostprijs aan het einde van het secundair onderwijs 10.000 euro. Of de prijs van een Lada. Is wel leuk. Oh, Lada. En dan is er nog de universiteit. 15.840 euro. Of de prijs van een tweede Lada. En dan mag Emma niet blijven zitten. En ook niet op kot, hè. Op kot, zeepwees, toch? Kom, hoor hier. Schiet de kat. Ja, binnen. Butten. Kom, zie waar. Rust. Wanneer we dus alles even optellen, kost haar volledige schoolloopbaan 208.000 euro. En daar kan je al een mooi huis mee kopen. Of twee Porsches. Of 21 Lada's. Wanneer Emma als dierenarts afstudeert, heeft ze volgens de VDAB 95% kans om binnen het eerste jaar werk te vinden. Emma heeft dan een gemiddeld belastbaar jaarinkomen van 45.000 euro. Belastbaar aan 50%. Dus van de 45.000 euro gaat er 21.375 euro naar de overheid. Aan dat tempo heeft Emma na 8 jaar en 6 maanden de kost van haar volledige studie terugbetaald aan de overheid. Ze is dan 32 jaar. De rest van Emma's loopbaan, die in totaal 40 jaar duurt, levert de overheid nog eens een slordige 672.246 euro op. Dat zijn pakweg 7 Porsches. Een vrolijk rendement voor de overheid. Ja, op onderwijs mag je echt niet besparen. Onderwijs bereidt onze jonge mensen voor, bereidt de toekomst voor. En eigenlijk vergeet men, als men de centen insteekt, om ook te berekenen wat eigenlijk de return on invest is, zoals men dat dan noemt. Als je ziet dat scholen kansen bieden, jonge mensen de mogelijkheid bieden om hun plek later in die samenleving te kunnen vinden, dan bespaar je op een heleboel andere dingen, opvangnetten die ook nodig zijn in een samenleving. Maar je moet wel zo efficiënt mogelijk met je middelen omgaan. En dan zou ik een aantal zaken aan bod kunnen brengen, zoals het blijven zitten of het veranderen van richting en een jaar overdoen in het hoger onderwijs bijvoorbeeld. We weten dat van de 350.000 studenten in het hoger onderwijs er 280.000 op hun studiecarrière een jaar overdoen. Dat is 80%. Het is slechts 20% van die groep die rimpeloos door het hoger onderwijs gaat zonder een jaar te dubbelen. Wel, dat heeft een kostprijs van 11 miljard euro. Dat is geen gezonde investering. Меня информировали, что канцлер Аденауэр прислал своих недобитых нами под Сталинградом, которые шли в Советский Союз, пределы его уколи, а там мы так как пукнули их, сразу, понимаете, на 3 метра в землю, понимаете, вогнали. Так что вы, господа, укайте, да оглядывайтесь. Мы вас не добили под Сталинградом. На Украине, в Белоруссии, если вы будете укать против нас и будете опять готовить нападение, мы так ухнем. Heel het grote probleem van die labeling en van die naamgeving aan stoornissen is dat wij veronderstellen, als we het hebben over dyslexie, dat we het over hetzelfde hebben. Dat is dus al niet. Er bestaan verschillende vormen van dyslexie. Het tweede probleem is dat wij, als wij al die verschillende vormen van dyslexie naast elkaar plaatsen en dat alle kinderen op eenzelfde manier reageren op een bepaalde stoornis. Hetzelfde met ADHD. Hier heb je duidelijk de beeldvorming van iemand die ADHD heeft, kan zich niet concentreren. Dat heeft er zeker mee te maken, maar je hebt ook veel kinderen die zeer actief zijn en zich wel concentreren, maar die gewoon de hele tijd bewegelijk zijn en daardoor enorm storen, bijvoorbeeld. Het grootste nadeel van het label is dat mensen hun label internaliseren. Men vertrekt als Jan, gaat naar school, plots wordt Jan met ADHD. De leerkracht en de juffer gaan daar rekening mee houden. Er komt een zorgcoördinator, er komt wat extra ondersteuning voor Jan. Hij moet een aantal dingen niet meer doen omdat hij ADHD heeft. Hij moet een aantal dingen zeker doen omdat hij ADHD heeft. Hij mag een aantal dingen niet meer doen omdat hij ADHD heeft. Oké, komt er wat medicatie misschien bij. Goed. X aantal jaar later is het niet meer Jan. Is het niet meer Jan met ADHD. Maar is het een ADHD'er in de klas? En zegt Jan, ja sorry, maar ik kan dat niet, want ik heb ADHD. Want zodra je iemand een label heeft, wordt heel veel toegeschreven, geattribueerd aan dat label.
Niet alleen door de omgeving, maar ook door de persoon zelf. En als je dan zo opgroeit, dan vervreemd je van je eigen identiteit en van wie dat je eigenlijk wel bent. Het is in alle belang van het kind en van de sociale cohesie, van onze samenleving, dat de kinderen die heel hard verschillen, dat die samen kunnen opgroeien, samen spelen, samen leren. Wat wij nu doen is, wij parkeren het verschil. Wij geven dan een naam van een stoornis, een naam van een handicap, en dan zeggen wij, en jij mag nu van achter werkblaadjes maken en jij mag nu naar een andere school gaan. Het verschil, wat een essentieel aspect is van het mens zijn, wordt hiermee gewoon geparkeerd en eigenlijk uit de samenleving gehaald. En eigenlijk groeien wij allemaal op. Hoeveel mensen met een beperking ken jij, hoeveel mensen ken ik, groeien wij allemaal op zonder kennis van mensen met een beperking. Wij kunnen hun vrienden niet zijn en zij kunnen onze niet zijn. Dus daar moet ik het tuurrooster van de week dan op krijgen. Amai, een mooie foto uitgekozen. The Wonder of Learning. In het hoger onderwijs werd dat eigenlijk toch soms vrij vakkundig de nek omgevallen. Onderwijs dient er toch ook voor om je eigen talenten te kunnen ontwikkelen en zelf te ontdekken wat je wilt. Ik zou beginnen op maandag om 8:30 uur. Eigenlijk elke dag van de week. Dus ik heb liever dat je de dag begint met het zwaarste en dan naar het einde van de dag rustig kunt uitbollen. Dan beginnen met het lichtste en dan om 4:00 uur 's avonds nog moeten wiskunde doen. Ik denk dat de lesuur 50 minuten duurt. Die opdeling van telkens zo 50 minuutjes dit en dan 50 minuutjes dat, dat lijkt mij zeer artificieel. De wereld is één, de maatschappij hangt samen. Je moet al die kennis proberen te integreren. Na de lunchpauze heb ik een nieuw vak geïntroduceerd. Dat vak noem ik nu maar voorlopig bij gebrek aan betere term het vak serieuze kwesties. En in serieuze kwesties wordt dus ingegaan op serieuze kwesties. Ik denk dat je kinderen ook niet moet onderschatten. Iemand van 14 jaar nu is niet meer iemand van 14 jaar, 50 jaar geleden. Hè? Ik denk dat kinderen nu ook door internet, door die stroom aan informatie die ze elke dag op zich afkrijgen, ook wel meer weten wat er in de wereld te vinden is. Kijk, ik vind bijvoorbeeld, er zou eigenlijk quasi iedere week wel een, wat we aan de universiteit een gastcollege noemen, ook in het secundair moeten zijn. En dat dan eigenlijk belangrijk is dat wij naar de juiste informatie leiden. En daar zelf in selectief leren zijn, in plaats van dat we hen gaan dwingen van dit en dat van buiten leren. En het is alleen als je mee wilt doen aan quizzen dat heel praktisch is. Dan komt er iemand spreken over armoede, over migratie, over voedingskwesties, over obesitasproblemen. Je kunt tal van interessante mensen bedenken die eens iets komen vertellen. Tijdslijn van de geschiedenis van de wetenschap en die is dus gestopt in 1953. Voilà. Nadien is er niet zoveel meer gebeurd, blijkbaar. Wel, godsdienst heb ik vervangen door cultuur. Toen ik hier op deze school zat, ik kan mij nauwelijks herinneren dat hier leerlingen waren, toch een school met honderden leerlingen, die van zogenaamde allochtone afkomst waren. Nauwelijks. Dat is nu ondenkbaar geworden, dus daar moet je uiteraard op inspelen. Vandaar zoiets als moreel Esperanto, noem ik dat. Het is ook wel belangrijk om toch begrip te kunnen opbrengen voor anderen hun cultuur. Van te weten van het is nieuw dat ik thuis word opgevoed, dat bij iedereen er zo aan toe gaat. Zo moeten we ook een moreel Esperanto hebben. Dus een soort meer universeel niveau van waarden en normen die het samenleven kunnen mogelijk maken. En uiteindelijk de basis van tolerantie is kennis, hè. Dus hier zijn ze volop bezig met de cursussen te verfilmen. Kijk, bijvoorbeeld deze. En als ze dan in de zomer iets dieper... Hoe
zeg, zou ik eigenlijk geen klassiek lesgeven willen hebben. Dat moet zo'n break zijn in de week. Het wel houden bij een halve dag dat ze naar school moeten. Maar dan meer concentreren eigenlijk op hun ondernemingsvaardigheden. Ik heb hier nu op woensdagnamiddag het woord praktijk gezet. Dat houdt in dat ik een beetje zou pleiten om de woensdagnamiddag ook te gaan benutten. Dus dat ze eigenlijk leren van 1 euro 2 euro te maken. Hè? Je moet mensen denk ik ook niet de hele dag in dit soort hokken opsluiten. Neem die mee naar buiten, laat hun kennis toetsen aan de praktijk. Geef biologieles bijvoorbeeld en ga dan naar een hospitaal. Daar is er eentje niet ver vandaan. Hier is het praktijklokaal van massage. Zoals je daar aan de poppen kunt zien, babymassage. Daar wordt dus heel liefdevol mee omgegaan, hè, met die poppen. Je moet een fundamentele discussie kunnen voeren natuurlijk over de vraag: wat willen wij eigenlijk bereiken met ons onderwijs? Welke mensen willen wij meehelpen produceren? En uiteindelijk denk ik wel dat we via het onderwijs zelfstandige, volwassen mensen willen afleveren die ook instaan voor de gevolgen van hun daden en een grote zin voor verantwoordelijkheid hebben. Zorg dat je onderwijs levend en levendig is. Dat je, zoals in het filmpje naar boven komt, dat er de buitenwereld naar binnen gehaald wordt. Dat je niet inderdaad tussen vier muren lesgeeft. Denk gewoon al aan het aantal lesuren dat kinderen hebben. Daar bestaat heel veel onderzoek over. Dat de officiële normen die vandaag in Vlaanderen gehanteerd worden, eigenlijk van het goede te veel zijn. Kinderen worden eigenlijk gemonopoliseerd door school. Het is toch prachtig, niet? Zo die jongeren die zo voetballen tot 's avonds laat en nog mag hier nog. Dus het is echt tof als je die zo bezig ziet. Dus, dat is echt leuk. Voetbal betekent dan ook veel voor die jongeren. Dus. En de ruzies horen erbij natuurlijk. Dus dat moet, hè. Wij zitten nu in het regionaal open jeugdcentrum Mechelen, waar alle jonge gasten vanuit Mechelen of randgemeentes altijd welkom zijn om eigenlijk, ja, hun vrije tijd een beetje in te vullen. En als er ergens hulp nodig is, dat wij die gasten ook kunnen begeleiden. Als je op een school zit, je bent een leerkracht van misschien 30 jongeren per klas. Dus het is heel moeilijk om die 30 jongeren de achtergrond te kennen, te weten hoe dat ze zich voelt in de klas, buiten de klas. Ze zoeken niet achter het probleem waarom de jongeren rebelleert op school. Als er een jongere hier zich rebelleert in de jeugdwerking op zich, dan zetten we hem niet gewoon op straat. We houden hem apart, we hebben er een gesprek mee van: wat is er? Is er een probleem? Hoe komt dat je zo gedraagt? We kennen u anders. Normaal gezien gedraagt jij nu zo. Het is gemakkelijker voor een school natuurlijk om die gasten gewoon aan de deur te zetten om er eigenlijk effectief iets mee te doen. En als daar al misloopt, ja, dan weten voor de grotendeels wat hun eindperspectief of hun eindtoekomst zal zijn. En ik denk, daar is niemand niet mee gesteld, zowel die persoon in kwestie niet als de samenleving ook niet. Het zat er ook niet in. Richt voor, richt naar boven. 1, 6, goed ademen. 7. Amandel. Hier in Rooien proberen wij de jongeren zodanig te omkaderen en zo'n gevoel te geven van toch, je hoort hier thuis. We geven hem tips van terug op school, terug naar school gaan, andere school zoeken, deeltijdsonderwijs. Tweede kans onderwijs. Iemand dat een bezigheid heeft of ergens graag komt en graag gezien wordt en niet anders bekeken wordt, helpen we daar zeker deels mee voor minder criminaliteit en katakwaadjes op straat. Iedereen maakt fouten, de jongeren maken fouten en
wij mogen die zeker geen kansen ontnemen. Dus het is heel belangrijk dat wij kansen blijven geven. Op school, als je rebelleert, krijg je een sanctie. Je wordt op straat gezet of je wordt gestraft of je moet nablijven. Dat creëert meer en meer frustratie bij de jongeren. En die jongeren zetten zich dan af tegen het schoolsysteem. Dus gaan ze meer rebelleren. En dat is wat we eigenlijk ook proberen te vermijden. Dus eigenlijk de jongeren een aanbod geven dat er een locatie of een ruimte is waar ze eigenlijk hun privéleven of iets anders kunnen, ja, kunnen aanvullen om hun bezig te houden. Of, dat is zo'n beetje. Goed? Heel goed, man. Top. Klaar. Om te beginnen moeten we proberen ze op school te houden. En dat is wat ook uit het filmpje komt van je moet jongeren blijven kansen bieden. En dat klopt. Ja, dus de aspecten die hier te sprake zijn gebracht zijn zeker relevant. Hè. Dus het gaat over onbenut talent. Het gaat over mensen die langer over hun diploma doen of helemaal geen diploma halen. Dat betekent dat we daar heel wat menselijk kapitaal, maar ook maatschappelijk energie in verliezen. In 2004 toen, zag ik Tiësto tijdens de Olympische Spelen draaien. Ja, toen in één keer kreeg ik een soort aanraking met elektronische muziek. En dat was toen trance. En, vanaf toen ben ik het een beetje gaan luisteren, heb ik mijn eerste DJ-set voor gaan sparen. Heb ik programma's op mijn computer geïnstalleerd waardoor ik mijn eigen muziek kon gaan maken. En ja, vanaf toen is eigenlijk langzaamaan alles wat serieuzer geworden. Ik zat op VWO, zeg maar, de school die je doet voordat je gaat studeren in Nederland. Alleen ik was zoveel aan shows aan het doen dat ik het gewoon niet redde om nog aan mijn school te zitten. En toen zat er een vriend van mij die zat hier en het schooljaar was al begonnen. Alleen toen heb ik een mailtje gestuurd van, yo, ik ben Martijn. Toen ben ik het eerste jaar begonnen en dat heb ik vorig jaar afgemaakt. En toen ben ik dit jaar in het derde jaar gestart, dus ik heb mijn tweede jaar overgeslagen. Welkom, leuk dat jullie allemaal weer zijn. We gaan het vandaag hebben over muziek onder reclames. Deze school die support gewoon meer en beter wat ik aan het doen ben. Stel, ik ben op maandag echt helemaal kapot, zegt ze, oké, weet je wat? Je hoeft maandag niet naar school. En op mijn oude school kon ik dat wel vergeten. De algemene vakken zijn er zeker. Alleen het is gewoon allemaal, ja, carrière gerelateerd. De opdracht van vandaag is: maak hier je reclamemuziek onder. Vrijdag om 12 uur 's middags moet het klaar zijn. En dan wil ik het ingeleverd hebben in de Dropbox. Let's go! Heeft ze net de introductie van gegeven. Ik heb tot vrijdag om het in te leven. Maar ik moet hem eigenlijk vandaag af hebben, want ik ga morgen naar Suriname. Dus ik moet hem ietsje eerder inleveren dan de rest. Lekker. Dat klonk goed. Ik zit hier best wel vaak. Ik werk ook best wel veel thuis. Gelukkig bouwt de school zich goed om mijn huidige planning heen. En hier is gewoon echt bam, lege studio. Telefoon zet ik altijd uit en ja, ik ga gewoon echt werken. Ik werk heel soms met een keyboard. Ik heb thuis een keyboard staan, alleen ik vind het intekenen van noten. Ik weet niet of jullie een close-up kunnen nemen. Wat ik zeg maar hier doe, dit is eigenlijk een keyboard. En wat ik hier inspeel zijn eigenlijk de noten die afgespeeld moeten worden. En iedereen werkt op zijn eigen manier. Sommige mensen vinden met een MIDI keyboard spelen lekkerder. Maar ik vind intekenen veel fijner. We gaan vandoor. Doeg. Heb je moed met KRK? Je opdracht af? Nee, natuurlijk. Kom goed. Hè? Ik stuur hem snel. Voor volgende week. Oké. Doei. Doeg. We zijn nu bij het Spin-In Records kantoor van het label waarbij ik aangesloten ben. Ik moet voor een radioshow wat dingen opnemen. We moeten wat nieuwe tracks van mij gaan doornemen. Kijken wat er beter kan, wat er anders moet. Stel, het gaat minder met de muziek. Ik doe minder shows, krijg minder boekingsaanvragen. Dan wil ik als producer gaan werken volledig. Dus ook voor andere artiesten, voor pop-acts. Mijn zusje speelt viool en piano en die zingt.
Mijn ma die speelt piano, mijn pa die speelt gitaar. Ik zelf speel gitaar. En dus we zijn wel echt opgegroeid met muziek. En toen begon ik iets meer naar elektronische muziek te luisteren. En inmiddels luisteren mijn ouders er ook naar. Die geven ook tips op mijn tracks. Ik ben echt heel blij dat ze het ook zo supporten. Want voor hetzelfde geld zeiden ze toen ik 2 jaar geleden naar een andere school was. Ze zeiden, ja nee, je maakt gewoon een nieuwe school af. Dan houdt de toeren maar even op. School gaat voor. En hun zagen echt dat wat ik nu aan het doen ben, dat het echt is wat ik wou. Toen zeiden ze, weet je wat, ga gewoon, doe het gewoon lekker. En tot nu toe loont het alleen maar. Het was superleuk. Ik zou het al een als het gaat over talenten, gaan we het ook hebben over talenten van iedereen. En niet talenten van een bepaalde groep mensen. En uit het filmpje blijkt ook dat talent, dat veel te maken heeft met genetische aspecten en met je omgeving waarin je opgroeit. Hè? Als je die hoort uit welk gezin dat deze jongen komt, dan natuurlijk is dat zo. Er zijn heel veel kinderen en jongeren die niet uit zo'n soort gezinnen komen en die verdomd veel moeite gaan hebben om uit te vissen welk talent zij gaan hebben. Ik denk dat het echt tijd is voor een positieve revolutie. Dat we starten met op een radicaal andere manier te kijken naar jongeren in deze maatschappij. Dat we kijken naar wat ze kunnen, waar ze goed in zijn en dat we van daaruit vertrekken. Ik denk dat de uitdaging van vandaag is voor het onderwijs. Als je lang op een stoel kunt zitten, als je leesbare notities kunt maken, als je goed kunt analyseren, als je goed kunt structureren, als je goed kunt memoriseren en op het moment van de waarheid je kennis reproduceren, dan heb je ongelooflijk veel geluk, want dan heb je talent die past bij het onderwijs. En wat je ziet in onderwijs is dat heel veel aanpakken, heel veel methodieken nog altijd uitgaan van die klassieke talenten. En als je daarbinnen past, dan doe je het goed. Maar als je al die talenten niet hebt, en zo zijn er ook een paar 100.000 in Vlaanderen, dan heb je eigenlijk dikke vette pech. Ja, maar dan word je 14, 15, 16 jaar en dan denk je in hemelsnaam, wat doe ik hier in dit systeem? Bij al die anderen gaat het vlot en bij mij gaat het moeilijk. En vanuit dat zelfbeeld stappen die jongvolwassenen eigenlijk het werkend leven binnen. Kinderen zijn ongelooflijk verschillend. En voordat je het weet, hebben wij toetsen en evaluatiesystemen die ervan uitgaan dat al die kinderen diezelfde klassieke talent hebben. En ik denk dat we moeten ook gaan zoeken naar diversiteit. Dat je eigenlijk ook op je eigen manier eigenlijk bepaalde doelstellingen kunt realiseren en tot bepaalde resultaten kunt komen. Dat we vooral in de weg die leerlingen afleggen naar het leerdoel, de diversiteit van talenten, van kwaliteiten van leerlingen gaan benutten. En tegelijkertijd blijft het zo natuurlijk, ja, dat je wel moet evalueren en dat je ergens de lat moet leggen. Zeker ook als je als onderwijs je taak wilt vervullen. En dat snap ik ook wel. Ik droom van scholen die leerlingen opvolgen van 6 tot 12 of van 12 tot 18 en die eigenlijk doorheen die jaren eigenlijk proberen vast te grijpen en te identificeren wat nu echt de kern van dat kind is. Wat is dat kind? Waar is dat kind voor weggelegd? En hoe kunnen wij deze schoolervaring gebruiken als de plek waar we dat kind leren kennen of de jongeren leren kennen en wie die jongere is en wat zijn talenten zijn? Een belangrijk onderscheid is het onderscheid tussen enerzijds een talent en anderzijds een competentie. Een competentie gaat voor mij over gedrag, zoals je het van een leerling verwacht binnen een bepaalde context. Maar het is niet omdat je competent bent in iets, dat het ook betekent dat het een talent is. Want om ook een talent te zijn, moet een competentie nog aan 2 extra criteria beantwoorden. En dat is ten eerste, als ik het doe, gaat het dan vanzelf. En ten tweede, levert het mij ook voldoening op. En pas dan is een competentie ook een talent. En veel te veel jongeren, veel te veel mensen in het algemeen worden richtingen uitgestuurd omwille van het feit dat ze hoge competenties hebben voor iets, maar eigenlijk op een manier dat het geen talent van hen is. En daar moeten we echt mee opletten. Veel jongeren vragen zich af, wat is nu mijn eigen talent? En er bestaan hele eenvoudige manieren om dat eigenlijk een stukje helder te krijgen. Bijvoorbeeld, kijk eens terug op de afgelopen week. Alle dingen die je hebt gedaan, of neem je agenda erbij en kijk eens naar al die uren dat de tijd heeft gevlogen.
En eigenlijk op al die momenten dat de tijd snel is gegaan, dat de tijd heeft gevlogen, daar moet zeker iets van uw talent te vinden zijn in zo'n uren. Wat maakt op zo'n moment dat de tijd vliegt en waar haal ik de grootste voldoening uit? En als je die vraag beantwoordt, waar haal ik dan de grootste voldoening uit? Eigenlijk zit je dan meestal ontzettend dicht bij je eigen talent. Het hangt ook vanaf waar we van gaan maken. Want we weten allemaal dat in onze samenleving talenten, dat het ene talent meer wordt gewaardeerd dan het andere. Ja? En dat talent voor rekenen meer gewaardeerd wordt dan het talent voor revolutie. Het doel van onderwijs is niet het nationaal inkomen maximaliseren, zoveel mogelijk productie. Dat is niet het doel van onderwijs. Het doel van onderwijs is de talenten van kinderen tot hun maximaal talentontwikkeling te laten komen. Voor mij is onderwijs nog altijd de maatschappelijke hefboom. We moeten zorgen dat ieder kind dat geboren wordt en dat bij ons het grote geluk heeft van naar school te mogen gaan, dat we zorgen dat we uit dat kind halen wat dat erin zit. En dat we zorgen dat het zijn passie kan waarmaken, zijn talenten kan ontdekken en zijn talenten kan ontwikkelen. En dat is de rol die wij hebben samen met onze leerkrachten, want het zijn zij die daarin effectief ook het verschil maken. Wat leren onze kinderen vandaag? We laten u even meekijken naar enkele van de onderrichtingen op diverse terreinen. Welkom in de moedertaalklas, waar men het Vlaams correct leert spreken en schrijven. De anatomie van de vrouw, waar een leerling momenteel probeert aan te duiden waar die G-plek zich nu ook alweer bevindt. De muziekklas, waar bekende werken worden bestudeerd. En op tijd en stond ook beluisterd. Fuck the police coming straight from the underground. A young nigga got it bad cause I'm brown. Fuck the police. De Engelse taal. I would like to buy a hamburger. You would like to buy a hamburger. 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 Scheikunde. De laatste ontwikkelingen op het gebied van kokend water. Aldus maakt men onze jongeren klaar voor een wereld die stellig niet stilstaat. Volgende week een stukje televisionair vermaak over de nieuwste trend van over het water. Breien. Diversiteit is een van de sleutelwoorden van de toekomst. Onze scholen hebben de rijkdom van die verscheidenheid aan culturen, verscheidenheid aan achtergronden. Maar je moet het ook als een rijkdom zien, ermee leren omgaan en op die manier ook zorgen dat je talenten van kinderen gaat ontwikkelen en rekening houdt met de achtergronden die ze ook hebben. Krijgen deze kinderen hier nu de kans binnen deze school om hun talenten te ontdekken en te weten waar ze goed in zijn? Wat niet wil zeggen dat ze talenten waar ze niet goed in zijn niet moeten bijschaven, want dat kan ook nog altijd natuurlijk. Gaan wij die norm verlaten en gaan wij zoeken naar wat is het volgende niveau van elke leerling? En onderzoek heeft ook al aangetoond dat als je zoekt naar het volgende niveau dat elke leerling aankomt, dat je vaak verder geraakt dan uw norm. Er is een heel mooie uitdrukking in het Frans die zegt il faut de tout pour faire un monde. Maar de wereld bestaat ook uit die grote verscheidenheid. Zorg dat je jonge mensen leert samenleven ook. Dat ze ontdekken dat andere mensen anders zijn dan zijzelf. En leren op die manier ook op een fijne manier met hen omgaan. En als respectvolle burgers uit onze scholen komen.